Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe boodschappen shoplog. Welkom bij deze video. Ik ga mijn best doen om langzamer te praten. Maar dat doe ik echt iedere video. En iedere keer krijg ik als commentaar: je praat echt zo snel. Terwijl ik voor mijn gevoel echt super langzaam praat. Kan je nagaan hoe snel ik praat als ik er geen rekening mee heb. Anyhow, ik heb weer de boodschappen gedaan en het was €101,40. Wat eigenlijk voor mijn doen best wel heel goed is. Maar dan was ik het aan het uitstallen en kom ik tot de conclusie dat ik voor één avond ook geen eten heb besteld. Dus ja, dan moet ik van de week nog even wat op verzinnen. Verder heb ik alles weer in huis gehaald als avondeten, snacks, broodbeleg, noem maar op. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Inclusief snacks en dat soort dingen, maar die heb ik deze week niet. Geen meal preps of speciale dingetjes voor in de lunchrommeltjes, want ik heb nog genoeg. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de video. Ondanks dat het €100 is, voelt het toch een beetje karig. Maar we gaan gewoon beginnen bij het begin. We eten een keertje met prijsschotel. Daarvoor heb ik rundegak nodig, crème fraîche, kookroom, geraste kaas en natuurlijk de prei. Twee preien gedaan. Misschien is dat veel te veel, maar we gaan het zien. Ik heb sowieso een derde prei besteld, want we gaan ook een keertje nasi eten. Bloemkoolrijst eigenlijk, maar dat ga ik dan wel nasi van maken. Dus we hebben 4 maal kipsaté, een bos uitje, een paprikaatje, een ui. Kroepoek was 3 voor €2. Dus ik heb java en Bali. Kroepoek, ik heb ook tauge voorbij gedaan. Again, als de prei niet opkomt, ga ik daar wat anders voor verzinnen. We eten een keertje kaasnietsels met zoete aardappeltjes en broccoli. Ik heb 2 van deze pakketjes moeten bestellen. Want het pakketje van 4 is uit het online assortiment. Dat is niet zo handig. Overigens, bloemkoolrijst heb ik nog in de vriezer liggen, dat zou ik nog zeggen. En we eten ook een keertje rundervinkjes met spersiebonen. Ik weet niet waarom ik het in deze combinatie heb gekregen. Want ik had 1 grote zak grote spersiebonen besteld. Maar ik vermoed zomaar dat die op waren, dat ik daarom dit erbij kreeg ofzo. I don't know. We verzinnen wel wat. Dus gebroken spersiebonen. En ik had een zak met aardappels, ondanks dat wij op een boerderij wonen. Want de aardappels lagen achter heel wat balen stro. Dus Pascal zei, ja, dat kan er nu niet bij, komt eind van de week dan. En toen dacht ik, nou dan bestel ik het gewoon, want anders dan kom ik in de problemen. Want dit wil ik vanavond al gaan eten. En toen kwam hij gisteravond met een zak met aardappels. Better safe than sorry. Maar zoals je ziet hebben we dus 1, 2, 3, 4 maaltijden. En we eten natuurlijk altijd friet met snack. En we proberen op zondag altijd iets af te halen of uit eten te gaan als de kinderen er niet zijn. En dat is dit weekend. Dus ik kom nog 1 maaltijd tekort. En ik denk dat dat iets ongezonds gaat worden. Dat ik tegen Brooke ga zeggen van donderdag mag jij afzwemmen. Dus dan mag jij kiezen wat wij gaan eten. Dat het zoiets gaat worden. Dus is mijn avondeten toch wel een soort van compleet. Voor snackjes heb ik beef jerky. Ik heb er 3 gedaan. En ik heb lactosevrije kaas weer besteld. 1 pakje boterhamworst. Ik ben van het weekend nog even langs de Albert Heijn geweest voor luxe broodjes voor de lunch. Dat heb ik gelijk wat filet meegenomen en wat grillworst. Dus dat was voldoende. Een groot stuk jong belegen kaas. Prins mini starkoekjes. Prins cake en choc. En prinses aardbeikoekjes voor naar school. Dat ziet er heel veel uit. Maar ik heb natuurlijk 2 kinderen. Plus dat van het weekend. Alle kinderen dit als snackje namen. Dus toen gingen er gewoon zeg maar. 1 hele doos gaat dan gelijk 1 keer op. Want dan hebben we natuurlijk 4 kinderen. Dus ja. Dat we wat variatie hebben. Ik heb mineraalwater. Crystal Clear. Cola Light Zero Caffeine. Ik heb een zak met appeltjes. Ik heb koekjes in de koekjestrommel. Niet dat ik denk dat we die deze week gaan openmaken. Want we hebben best nog wel veel koekjes over van vorige week. Dus. Ik heb witte druiven, rode druiven, frambozen, aardbeien en mandarijnen. Dus ook weer voor fruit voldoende afwisseling, zullen we maar zeggen. Deze kreeg ik erbij, de Green Tea Mango Camilla. Camilla? Fuzzy. En de Hertog Jan 0.0. Ik weet niet wat we hier moeten doen. Wij drinken sowieso geen bier. Ook niet alcoholvrij. Maar we zien al wat. En
De Monster Munch Crispy Potato Snacks. En ze zijn vegetarian, zonder bloemolie en zonder flavor enhancer. Nou, wie wil dat nou niet? Dus die kunnen we ook proberen. En dat waren alle boodschapjes. Dat was het voor deze boodschappen shoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was met deze video, dan een duim omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei doei!